Mooi. Welkom bij Bereikbare Stad. Leuk hè? We gaan vandaag het vooral hebben over afsluitingen. In de herfstvakantie, dat wel. Dat gebeurt op de Herenweg. Dat gebeurt ook op spoor. Daar gaan we jullie doorheen praten. Dan ben je een beetje op de hoogte waar het allemaal gaat gebeuren. Zodat je ook nu alvast kunt nadenken over alternatieve routes. En verder kun je altijd natuurlijk een andere vorm van vervoer zoeken. Of een geel bordje vol. Kom op, we gaan beginnen. Ik sta hier onder het Herenwegviaduct in de stad en die gaat dicht. De herfstvakantie wordt hier afgesloten, er worden nu allerlei werkzaamheden gedaan, wordt de verkeerssituatie iets veranderd. Ik ga even op zoek naar de man die me daar alles over vertellen kan en dat is Joost Veenenberg. Mooi, wat drukt hier man? Ja hè, beetje ombouwen voor de herfstvakantie. Onvast. Ja, want de herfstvakantie gaat de boel hier dicht hè, de Herenweg? Ja, onder de N7 is alles dicht voor dus onder dit viaduct? Ja. Dus je kunt niet vanaf Helpman zo de stad in. Het centrum. Nee, klopt. Nee. Je kunt wel de afrit zeg maar hier rechtsaf, dat kan nog wel. En aan de andere kant ook kun je wel richting centrum met de op- en afrit. Maar onderdoor een weekje niet. Wat gaan jullie allemaal doen? De bedoeling is uiteindelijk dat waar hier nu gewerkt wordt, dat hier uiteindelijk ook een stuk bouwkeuken komt. En dat het verkeer aan het einde van de herfstvakantie, wat nu nog naar deze kant van de Herenweg rijdt, dat het allemaal straks aan de oostkant zit. Oh. De oude ambtenarenlus aan de andere kant die zijn we nu aan het ombouwen naar een fietspad. Ja, dat is de weg naar de belastingdiensten, naar de duo en zo, hè? Ja, ja. Die is al een tijdje dicht, maar die gaan we nu gebruiken voor het fietspad. Hier komt dan een bouwkuip, zeg jij? Ja, je ziet daar al een stukje damwand staan. Ja. Nou, die wordt eigenlijk doorgezet helemaal hier naartoe, tot ongeveer midden van de kruising. En dan haaks om en dan daar weer terug en dan sluit hij weer op die daar hoog staan. Zodat je dit uit kan graven. Ja. Maar dan moet hij toch, Jos, ook nog daar verder rechtdoor? Ja, in principe is we graven hier en we bouwen hier het eerste deel, een deel van de tunnel. Daar komt dan weer grond overheen. Daar komt hier de Herenweg overheen. En dan slingeren we eigenlijk langs deze kant. Ah. En dan doen we hetzelfde kunstje nog een keer aan die kant. Wat is heren? Wat is dit voor martelwerktuig? Dat is geen martelwerktuig, dat is een stenenklem of een bandenklem. Daar kun je alles mee oppakken. Hiervoor? Ja. Ja, wij zeggen wel eens gekscherend, alles wat je met oliedruk kan doen, moet je niet met bloeddruk doen. Dit is het hoofdstation in de stad. Ik ben hier voor de buitendienststellingen, zo heet dat, bij Arriva. Want er gaan nogal wat treinen niet rijden in de herfstvakantie. En dan kun je natuurlijk gewoon met de bus, dat wel. Maar waar gaat het dan allemaal gebeuren en waarom? Nou, dat weet Joyce. En Joyce die is woordvoerder van Arriva en die wacht hier op mij. Bij het Arriva punt. Je moet ergens staan. Ja! Ah. Oh. Hallo! Mooi! Goedemorgen! Dat was even een mooie plek is dit, hè? Ach, het is zo prachtig. Ja, zijn er echt veel buitendienststellingen? Zo noem je het? Ja, ProRail noemt dat inderdaad buitendienststellingen. Zij moeten werken aan het spoor. Aan de ene kant is het onderhoud, maar aan de andere kant is het ook om meer treinen te kunnen laten rijden natuurlijk in de toekomst. En in de herfstvakantie, zowel richting Zuidhorn als richting Roodeschool en Delfzijl, kunnen we niet volledig met treinen rijden. Oh, maar dat betekent dus die groep, de groep Veendam, Winschoten, Leer, die heeft geen last? Die heeft geen last. Oké, nou, dat was het goede nieuws. Dat is het goede nieuws. En nou de rest. Nou die werkzaamheden worden natuurlijk altijd zoveel mogelijk gepland in wat rustigere periodes. Nou, de herfstvakantie is natuurlijk een rustigere periode. Ik hoop ook dat reizigers dan van een vakantie kunnen genieten. Maar als je wel gewoon moet werken, dan moet je er rekening mee houden dat je wat langere reistijd hebt. Omdat je met een bus moet reizen op delen van het traject. Oh, stukjes. Ja. Dus het kan zijn als je naar Leeuwarden gaat, dat je dan één of twee keer met de bus moet. Klopt. Tussendoor. Nou, het is zo dat je dan tot aan Zuidhorn met de bus moet. Want dat stuk spoor ligt eruit. En dan in Zuidhorn kun je weer met de trein. En dat kan wel een stoptrein. En je kan er ook voor kiezen, als je dus rechtstreeks naar Leeuwarden gaat, om met een snelbus te reizen die vanuit Groningen vertrekt. Die gaat hier vanaf het hoofdstation? Ja, klopt. Ja. En er staan hier natuurlijk voldoende medewerkers van Arriva ook op het station om de reizigers te informeren. En anders kan je hier naar het kun je hier naar het loket? Ja, ja, naar het servicepunt. Ah, loop even naar binnen, kom. Gaan we doen. Nu is er allemaal niet zoveel te doen, maar in de herfstvakantie loopt jouw zweet over de rug, dat weet je wel hè? Ja, ja, dan wordt het heel druk met informatie geven inderdaad. Heb je alles een beetje in de kop? Voornamelijk Leeuwarden, omdat ik normaal in Leeuwarden zit. Maar, dat daar kun jij ook goed niks aan doen. Nee,
kool uit de vormkliek uit Groningen. Het is je nu alweer vergeten. Ja. Ja. Maar veel vragen over informatie, maar het valt eigenlijk heel erg mee. Ik kan het bijna onthouden. Nou, dat zegt wat hoor. Ja? Ja. Ik wens je toch alvast heel veel succes. Dankjewel. Doe hè. En goeiedag nog. Ja, ja. Dank je. Bereikbare stad wordt mede mogelijk gemaakt door Groningen Bereikbaar.